Ja. Ja, dat nou, gaan we dan We hebben met school een project en dat gaat over water. En dan had onze juf verschillende plekken uitgekozen die te maken hadden met water. Ja. En dan moesten we iemand gaan interviewen die daar iets mee te maken had. En... Once upon a time in a fairy tale. Nee, voor. Ik ben hier gids op het fort bij Spijkerboer. Dus ik vertel over het fort en over het watergebeuren. Hier bij die slotgat. Dus wat je al vroeg met de hand gegraven. Want het is ook allemaal met de hand gemaakt, hè? De grootste verdediging van die Fort de Lille van Amsterdam, dat is het water. Dus het correspondeert wel met wat de juf zegt, van het water is belangrijk. Want dat is de grootste verdediging van de fort om Amsterdam, onze kondenaam. Oké, dan kan je zien, dit is Amsterdam, hè? Maar Amsterdam was toen veel kleiner. En als je die oranje lijn volgt en die rode stippen, al die rode stippen zijn forten en verdedigingswerken. Dus ze waren niet allemaal forten, het waren ook verdedigingswerken. Verdedigingswerken werden meestal opgebouwd van stenen en aarde eroverheen. Dat waren verdedigingswerken. En hier hebben we dan, kijk, het fort bij Spijkerboer. Dat is het meest noordelijke fort. Zie je? Ja. Daar. Dat gebied wat geascendeerd is hier, dat blauwe. Nou, dan komen we in het water terecht. Hè? Dus alles wat blauw is, konden ze onder water zitten. Inunderen heet dat. Dus, en dat was 40 centimeter water wat ze erin lieten lopen. Het kostte 2 dagen hoor, voordat het, die polder op 40 centimeter diepte was. Konden de soldaten, die hadden moeite om er doorheen te lopen.